Ik dacht zeker dat ik een video zou zetten over de modeshow en daar niks meer over zou zeggen, hè? Ja. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe J-vlog. Allereerst, het was zo leuk. Ik was gewoon verliefd op die avond. De kleren, de sfeer, de modellen, de sfeer, heb ik het al gezegd? De sfeer. Het was niet your typical modeshow. Dus Rupee, Cupcake en Samurai Pizza Cat. De kleren zagen er echt goed uit de hele avond. Het was geweldig, goed georganiseerd. En het was echt nog... Ja, het is opgenomen door het mediabedrijf Buttered Bread. En ik vond het een hele leuke samenwerking. Ik weet niet of zij het een hele vinden, anders ik het. Ze hebben ook dat filmpje geëdit. Very professional. Dus dat filmpje is mede mogelijk gemaakt door Buttered Bread. En Shen, dankjewel. Kijk, het was in de ochtend. En ik was druk bezig met klaarmaken. Toen kreeg ik in de ochtend allemaal appjes van mijn leerlingen met de vraag of school doorging, of de lessen doorgingen. En ik dacht, ja. Je vraagt je vast al, Cursie, waarom ben je zo vrolijk? Hey, vrij! Ik weet niet wie blijer is, jullie of ik? Ik ben er weer. Jongens, ik heb net bevestiging gekregen dat we vrij zijn. Zo, ik ben echt moe. Kijk man, zombie. Maar we zijn vrij, geef niet. Het maakt helemaal niks meer uit. We zijn vrij. En ik dacht, wat ga ik doen met alle tijd? Winkelen, nagels lakken, een ijsje halen. Even serieus, ik ben een docent. Dus er is genoeg te doen. Nakijken, gaderen, opruimen, lessen voorbereiden, mails beantwoorden, mails versturen. Stop! Het is super koud. Super koud. Is het te zien aan mijn neus? Begint mijn neus al rood te worden? Ik ga naar huis. Hopelijk kom ik het gebouw uit. Vast wel. Maar goed dat die lessen zijn uitgevallen, want het is echt super koud. Super koud. Vanochtend was het toch warm. Ik ben helemaal onderkoeld geraakt door dat gebouw. Nu even snel een paar winkeltjes in om op te warmen. Ik ben opgewarmd hoor. Ik ga eerst beginnen met de accessoires. Als eerste heb ik een tas gekocht bij de H&M. Dit is niet gesponsord. Mijn dochter heeft het uitgekozen. Yes. I love the colors. In your face. Nooit in een tas van een vrouw kijken. En samen met deze tas heb ik ook een sjaal gehaald. En dat is deze. Ik had deze dus al een keer gedragen. En mijn hele jas was gewoon onder pluisjes. Hebben jullie een tip voor mij? Want... wat moet ik doen? Help a girl out. Thank you. We blijven nog een beetje in de wintersferen. Deze trui. Stapte uit het pashokje en toen draaide ik me om. En toen zag ik deze trui zo hangen bij die rek. Waar die andere mensen terug hebben gelegd. En toen kwam er een licht en er kwam muziek zo. En ik zag mezelf al door de lelievelden rennen. Jij en ik en jij. Kijk, ik wilde altijd zeggen okergeel. Maar dan krijg ik ruzie. Dus volgens mij is dit mosterdgeel. Heb ik gelijk? Oh. Het volgende truitje wat ik heb gehaald is van The Only. En het heeft allemaal felle kleuren. Het laat me denken aan een tropische vogel. Oceaan met van die tropische vissen. Het zijn donkere kleuren, maar ik vind het toch wel zomer-ish. Vanwege die kleuren. Nog een truitje. Een blouse. Bloesje van de H&M ook. Ruitpatroon, vierkantjes, witte strepen. De mouwen hebben van die knoopjes. Dan is dit heel wijd en dan dit zo strak, niet strak, maar gewoon. En dat vind ik zo uniek aan dit bloesje. And last, but zeker not least, I love this.
ik zag dit en ik dacht gelijk, wauw. Kijk dan. En wat ik heel mooi vind zijn de mouwtjes. Het is alleen wel een uitdaging om het aan en uit te trekken. En hij is afgeprijsd bij de H&M voor 20 euro. Ik wist dus niet dat er aan de zijkant ook een rits is om het open te maken. En dat scheelt heel veel werk. Dus les, kijk altijd of er een rits is verborgen ergens. Die ik heb gehaald laatst. En toen ik ze had gekocht dacht ik, dit zijn eigenlijk allemaal dingen voor in de herfst en in de winter. Is het niet te warm? Nee, we zijn in Nederland. Nederland is altijd koud. En nu is het 27 graden buiten. Weet je wat dat betekent? Nog een schabloon! Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik je in de volgende J-vlog. Doeg! Oh ja, ik heb dus ook nieuwe schoenen gehaald. Deze. En I love... Oh, je kan ze niet zien. I love, love, love. Maar zal ik je laten zien wat deze schoen heeft gedaan met mijn andere voet? Een blaar. I love it. Maar ik heb nu al blaren. Wat doen jullie met schoenen die je blaren geven? Alsjeblieft, tips. Een tip die ik heb gekregen van Marise is dit. Dit is zo'n, ik weet het niet, een stick. Dit is zeg maar zo'n labello voor je tenen. Als je een nieuwe schoen hebt wat knelt en pijn doet. En als je het gevoel hebt van oeh, dan moet je het zeg maar insmeren. Net als je lippen insmeert met labello. Maar dan doe je dat op je plekjes. En dan zorgt het ervoor dat je geen pijn meer hebt. En eerlijk gezegd, het werkt. Ik heb het opgesmeerd. Beetje veel. En echt waar, het werkt. En ik ben zo blij, want ik was al bang dat ik... dat ik deze schoenen niet meer aan kon trekken. So, thank you. Hoog, wil je een paar? Wil je meer van dit soort video's laten, wil je zien? Laat me...